Nou, nummer 51 werd kampioen vanwege zijn mooie resttype en een heel mooi langgelijnd enter. Die misschien niet zo royaal zou kunnen stappen, maar wel een hele beste draf had. Vandaar dat hij kampioen werd. Nummer 63 is de kampioen geworden. Vanmorgen stonden ze net andersom. Maar nummer 63 liet hem nu beter zien in draf met een krachtiger achterbeen. Vandaar dat hij kampioen werd. Nou, we hadden een heel prachtig mooi jeugdkampioenschap met hele goede kampioenen en reservekampioenen. Er kan maar één de beste zijn, dat was nummer 63. Die had de beste beweging, zowel in stap als in draf. Sprong je er bovenuit. Nummer 51 was ook een heel mooi jeugdig typetje. Lang gelijnd, die in stap wel iets teer was, iets ruimer zou kunnen zijn, maar in draf heel lichtvoetig. Maar nummer 63 was net iets sterker, vandaar de kampioen.